De COVID-steun die aan werklozen werd gegeven, wordt stopgezet. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gaf aan dat het ministerie de laatste registraties heeft afgerond en heeft doorgeleid naar het ministerie van Financiën. Nu moet de laatste groep nog worden uitbetaald. Ik heb samen met mijn collega van Financiën hebben we afspraken gemaakt dat we de achterstanden zo snel als mogelijk zullen inhalen. Dus ik zal nog een reminder geven aan mijn collega. Ik weet dat er heel veel onduidelijkheid is en mensen denken dat het ligt aan het ministerie van Arbeid. Maar dat is niet zo. Arbeid heeft al afgerond. Verder wil ik u aangeven dat we zijn gestopt met registreren. We hebben alle bedrijven opengegooid. We hebben alle sectoren opengegooid. Dus wij hebben gemeend om niet verder te gaan met die COVID-steun. Wat Arbeid wel zal doen, is naar een nieuw systeem kijken hoe wij omgaan met mensen die werkloos komen te staan of werkzoekenden. Of wij daarvoor een systeem gaan inbouwen voor een werkloze uitkering. De bewindsvrouw onderstreept dat de uitkering slechts wordt gegeven voor de periode dat iemand werkloos is. Personen die hiervoor in aanmerking wensen te komen, moeten kunnen aantonen dat ze op zoek zijn naar een baan, zegt Kuldeep Singh. Dat is een van de dingen waarmee we bezig zijn. Ik hoop dat het nu duidelijk is. We hebben om en bij een bedrag van meer dan 55 miljoen SRD uitgegeven aan COVID-steun. Het is allemaal na te trekken. U kunt het in onze jaarverslag terugvinden. Het is ook op de website te vinden. Dus er is uitbetaald aan COVID-steun. Dus al die klachten die we hebben, we hebben die klachten genoteerd en we hebben die klachten doorgestuurd naar het ministerie van Financiën. Het ministerie hoopt dat ze haar moderne vacaturebank binnen 6 maanden kan lanceren en dat werkzoekenden gebruik kunnen maken van de bank.